dat was hem even kwijt. Ik weet het even. Want zij met nee, ben gek. Wacht even. Jetzt geht ihr nochmal auf die Seite. Hallo, Micho. Wil je even een foto maken? Op mijn camera, kom maar. Waar is Lidie? Lok. Wel, dan moet Lok op. Ja. Ja. Hier. Van wie is deze kamer? You can just focus with it's a family picture. Van wie is deze kamer? Ja. Ik weet niet. Haal maar even vast, Lidie. Dat is voor jou, Dickie. Sorry. Nee, ik heb er een ander in mijn tas. Van Frans, denk ik. Leen? Nou, dat is van Frans kunnen zijn. Oh nee, dat is niet van jou. Ja? Vanuit. Ja, dat is voor het verwarrend. We weten niet welke Frans. Lidie naar voren. Lidie naar voren. Lidie naar voren. Ja, juist. Kleintjes voorop. Wacht even hoor. Ja. Ja. De batterij is niet zeker op. Kees, zonnebril af. Juist. Wij af. Just keep pressing. Ja. An drei, die hier beerdigt sind, an Peer Sandvold, den Bruder von Kari Ries, der im Dezember 1944 im Lager Dautmergen starb, an Valentin Stanka, den Vater von der Familie Stanka, der am 24. Dezember 1944 im Lager Dautmergen starb. Und wir denken an Franz Fontaine, der am 14. November 1944 im Lager Dautmergen starb. Wir denken zunächst an die Toten, an die Opfer von Faschismus und Schweigen. Die heute unter uns sind. Sie haben es überlebt, weil sie noch jung waren und die Kräfte noch hatten, diese Höhlen zu überleben. Einer von ihnen war Serge Lapin aus Frankreich,
und wir freuen uns, dass die Angehörigen, die Tochter und der Sohn, heute bei uns sind. Serge Lapin, wir haben es schon gehört, ist jetzt im Februar gestorben. Die Familie Lapin möchte eine Erinnerungstafel für ihn aufstellen und vielleicht könnt ihr auch noch ein paar Sätze dazu sagen zu ihm, Gertrud, oder? Auch Deutschland, auch die südeuropäischen Länder. Auf diesem Gräberfeld liegen auch Pass. Die haben ein besonderes Mahnmal bekommen. Es steht da drüben. Wer möchte, kann nachher da noch extra vorbeigehen. Ich möchte noch ein zweites Lied mit euch anstimmen. Es ist das Lied, das in Amerika entstanden ist, den Rassenhass überwindet, die Hoffnung auf eine menschliche Gemeinschaft, in der es keinen Rassenhass gibt, in der der Rassenhass... Nee, ja, liever niet eerst. Nee. Dat is het enige dat we kennen. Ja, dat is het al. Nou, is toch goed? Is toch goed? Is toch prima? Ja. Van Bert en Brand. Freunde, die sind jetzt noch eingeladen in Biesingen. Biesingen. Nou, ik weet niet of ik die kranslegging heb, weet je dat? De zon was zo sterk, ik kon het niet lezen. Ik kon niet zien op het ding wat er aan de hand was. Nee, doe het nog maar een keer.
moet je niet waard zijn. Zal ik het vertalen? In het Pools? Maar misschien komt iemand volgende, volgende spreker. Ja. Is er toch iemand gekomen? Ja, iemand die hier staat. Boven staat, Down boy. Nee, dat is nog zo ver. Ik dacht dat we placemats. Ja, zou kunnen. No, we don't reach that. Ik dacht dat we een zondagstijd in. Zo een Duits woord dat ik ken. Ja, ik denk dat het German. Oh. Het kan wel. Ja, heel goed, Gerard. Perfect. De bouwlijn is de diary. Jongens, ik kan de Carpaccio aanbevelen als je van Carpaccio houdt. Verrukkelijk. Ik vind het zalig, maar ik wil maar alleen een heel klein beetje. Nou, dan neem je een plate Carpaccio. Absoluut. Maar zit de boel niet, hè? Nee. Je vindt het heerlijk. Je eet het echt. Oké. Je eet het echt, ja. Want? Carpaccio? Ja. Verrukkelijk. Ja, dat zie je. Het staat hoofdgerecht op een bij ons is het voorgerecht. Ja, het, je kunt het als. Oh, dan neem ik je kunt het nee als voorgerecht, ja. Dan is het een klein. Ja. Ja, nee, ze doen geen klein, ze doen maar één soort. Een groot bord. Nee, niemand eet er meer. Weet je welke kant we op moeten hebben? Of gaan we om te beginnen als je willen?